Nou, vertel eens even over die nachtmerrie hier. Nou, dit zijn al onze keyframes, allemaal verdeeld in mapjes. Dit is de laatste scène volgens mij. Ja. Dit is niet eens het hele filmpje. Nee. Nee, het is één scène. Dit is gewoon één scène. Het is één scène. Dus iedere scène zit over een tijdlijn. Dus bijvoorbeeld hier zit een andere scène. Dat zijn de vissticks. Kijk, en ieder mapje kan ik openen. En dan binnen een mapje zitten ook weer andere mapjes. Zodat we het allemaal heel logisch... Wat hebben jullie de afgelopen week gedaan? Hebben jullie ook nog wel kunnen slapen of zo? Dus zo ziet de structuur er ongeveer uit. Steeds F6. Ja. Allemachtig. En drop shadow is F8. Dat hebben we ook heel vaak gedaan. Ja. Oh, dat maakt hij automatisch een shadow aan. Dat is wel handig. Vooral voor hier, ja. Dan kunnen we nog een grote surprise. Allemaal met de handframe van Fame. Jezus. Erop gezet. Kan ze allemaal overzetten en dan word je echt gek. Handframe maken, F5, F5. En toen werd onze computer ook heel traag. Mooi, hè? Ik weet dat het nu al is. Jouw komt wel aan. Ja, behalve dat ik geen flash 5 heb. Maar had je eigenlijk wel die tweede voeding bij nodig, of niet? Ja. Yes. Respect hoor. Nou, gewoon alles weer dicht maken. Ja, doe maar snel weer dicht. Hoor. Dit ziet toch niemand. Nee, inderdaad. Nee, het is jammer eigenlijk. Hè? Kunnen we iets dat mensen wel... Zal ik dit gewoon op YouTube zetten? Ja. Met een video op de dom tag erbij. Ja, inderdaad. Van de making of. Heb je trouwens wel die tweede uitgehaald in plaats van... Maar scroll nou eens door het filmpje heen. Wat gebeurt er dan op het beeld? Of zie je dat niet? Ja, hij past niet op het beeldscherm. Nee, maar zie je de tijdslijn nu? Die rode balk? Of die rode streep? Ja, maar nu, ja, zeg maar, als ik ze allemaal openzet. Ja. Dan kun je dus niet, zeg maar, hier zitten zoveel lagen onder. Dat je nu de hele tijd gewoon niks ziet. Maar ik zie wel op in het beeld zie ik van alles. Oh, ja, ja. En je kan wel een filmpje zien. Ja. Ja, die gaan we niet helemaal bekijken hoor. Dan moeten mensen maar komen kijken. Ja, zeker. Hup, ik zet mij.